Meneer Wim Verwij, u werkt hier bij het Streekmuseum in Reeuwijk. Ja. Wat is precies uw functie? Mijn functie is, ik ben begonnen als gastheer. Daarna ben ik ook rondleider geworden. En nu zit ik ook in de werkgroep collectie en herinrichting. En heb ik best wel de vrije hand gekregen om decors te maken en al de vormgevingen te doen in het museum. En dat is heel leuk werk, want ik kan bijvoorbeeld zelf nog geen spijker recht slaan. Maar ik kan het wel vertellen en om het uit te leggen aan mijn collega's, dan maak ik daar kartonnen maquettes van. En met de maten erbij. En dan hebben we een interieurbouwer, decorbouwer, die gaat het allemaal maken. En zoals ik het wil hebben. En dan bespreken we welke kleuren krijgen het. En dat zoeken we dan weer met anderen uit. Kortom, we hebben een klusploeg. Nou, die echt iedereen goed aanvullen. En ook durven te zeggen van, je kan het beter zo doen. Want dan, nou, dat is heel fijn. Ja. Het werkt heel erg fijn. Want jullie hebben die klusploeg ook heel hard nodig. Want dit is een nieuw museum. Een nieuw gebouw. Ja. Maar er zit nog helemaal niks in, hè? Nee, maar dan zijn we hard aan het werk om dat heel mooi voor elkaar te krijgen. Ja. We gaan even naar binnen lopen. Ja. Dit is onze nieuwe mooie balie en die moet nog verder helemaal ingericht worden. Maar de computers enzovoort, die staan er al. Dus hier moeten de mensen zich melden. Ik vertelde u net over dat ik nog een spijker recht kan slaan en dat is ook echt zo. En daarom moet ik proberen de leden van de werkgroep warm te krijgen om wat ik in mijn hoofd heb, hoe het eruit moet gaan zien. Dus dan maak ik een maquette van de plattegrond en dan maak ik op schaal alle dingen die ik er wil neerzetten. En zo kan ik het hun laten zien. En nou, en dan krijg ik ze enthousiast en dan is er iemand die mijn tekeningen meeneemt met de maten erop en die gaat zagen en timmeren. En dan komt er ongeveer, nou ja, zo'n veenhuisje uit. Ja, ja. Dit veenhuisje, nou, het is nummer 12, dit staat echt ergens tussen de plassen op de Nieuwbroekse dijk. Dus de naam, het veenhuisje, moet er nog opgeschilderd worden. Er moeten nog vitrages voor gehangen worden enzovoort. En het bordje wekker moet hierop komen. Als wij brand hebben, dan bellen we 112 en die vraagt, wat is uw postcode, uw huisnummer? En die gaat aan de slag. En dan, maar hier was het zo, als die brand had, moest je gauw naar de wekker roepen. Die was bevoegd om anderen wakker te maken. Die stuurde dan iemand naar de paardenstal of naar de wei om het paard te halen. Die moest het paard optuigen. Dan moest hij met het paard naar de kerk of het gemeentehuis, want daar stond dan de brandspuit. En dan moesten ze naar de brand. Gelukkig had je buren die dan allerlei emmertjes, tijltjes, zelfs de pispot pakten om water uit de sloot te scheppen en krimp te vormen om de brand te blussen. Dat gaan we hier allemaal vertellen, maar we maken hier ook iets in. Het komt hier ergens een geheim knopje. Dit trekt komen allemaal attributen te staan. Petroliestellen en olielampen die vroeger brand veroorzaakten natuurlijk. Die komen hier te staan, maar er zit ook een knopje dat als we het verhaal vertellen, dat het net lijkt of dit hele huisje in de fik staat. Met een mooi lichteffect. Juist, ja. Wordt heel mooi. Deze hele wand, van pilaar tot in de hoek, dat wordt de hele winterwand met een foto van de Reeuwijkse plassen met ijs en sneeuw. Langs de muren wordt een berm gecreëerd. Er komt een arreslee te staan waar bruidsparen bijvoorbeeld in kunnen zitten of bezoekers die dan leuke foto's willen maken. De koekenzoopje wordt helemaal aangekleed. Er komt een doodsbaar in te staan. Ja, dat klinkt raar, maar vroeger als er dan sterk ijs was, dan dachten ze, hey, het is koekenzoopje tijd. We moeten iets neerzetten op het ijs. En dan keken ze gewoon wat er in de schuur was. En als er in de buurt geen doden was, dan dachten ze, die tafel is niet in gebruik. Dan zetten we daar de ketel met warme chocolademelk op en een anijsmelk en wat we willen verkopen. En dan hebben we een koekenzoopje. Maar hij moet nog aangekleed worden met zeildoek, dat ligt hier al gedeeltelijk. Daarheen komt een heel groot voorzeil van een zeilboot eroverheen te hangen. En dan komt er een stempelhok met stempelkussen, met inschrijfkaarten voor plassentochten. Hier vertellen we het hele verhaal van vroeger, hoe het op de plassen ging. Ik heb als kind ook nog meegedaan met een fakkeloptocht 's avonds op het ijs. En dan moest je klunen over een dijk eens naar andere plassen heen. Leuk. Dus het wordt heel mooi. Nou, hier middenin, want het Kaarsmuseum in Bodegraaf is dichtgegaan en die wilde graag dat we alles deden, maar we hebben gezegd, nee, dat doen we niet. We vertellen in de boerderij hoe boerin in Zuid-Holland kaas maakte, met de handen, ook de boerin. Daar vertellen we het. Wat we wel willen doen is dan, omdat jullie zo heel goed in kaashandel waren, met hele grote opslagplaatsen voor kaas, en gaan we hier een kaasmarkt creëren. Hier komt bijvoorbeeld een kaasbrik te staan, vol met kaas. Daar komt een everaar te staan, waar je de kaas mee weegt. En de marktmeester komt er te staan. En daaromheen bouwen we de vitrines die allemaal uit het Kaarsmuseum komen. En dan maken we hier gewoon een heel mooi verhaal van. Mooi.
We hebben een schootje gemaakt van ongeveer 1845, 1850. En daar hebben we naast gezocht naar, ik wilde de lambriseringen hebben, ik wilde een houten vloer hebben en ik wilde op het schoolplein, zoals het vroeger was, kastanjebomen hebben. Dus die hebben we gezocht en dan vertel ik dat aan mijn collega's van de klusploeg. En die helpen me dan met verf uitzoeken en met hoe we dat allemaal moeten doen. En af en toe dan krijg ik foto's toegestuurd. Dus, Wim, gaat het zo goed? Is dit naar je zin? En zei, prima, alleen dit of dat. Of zij zeggen, je hebt dit zo gedaan, dan kan je beter zo doen. Nou, zo helpen we elkaar. Waar zijn we hier? We zijn hier in het auditorium, dat is onze filmzaal. We zijn van plan om tegen de achterwand een mooi groot scherm neer te zetten en de stoelen in halve cirkels daaromheen. Maar hier, deze ruimte willen we dan ook verhuren. En we hebben al nou, van het Hoogheemraadschap, van de burgemeester en wethouders, van verschillende bedrijven gehoord die hier willen vergaderen. Kijk. Dus dan willen we dat hier verhuren gewoon. En dan kun je de kosten weer terugverdienen. Dan kunnen we de kosten weer terugverdienen. Ook bruidsparen mogen hier een feesten vieren. We hebben de oude blokwagen neergezet, want die wilden we niet laten staan. Die is van 1845. Daar werd eigenlijk hooi mee vervoerd, of personen werden er mee gevoerd. En was de kaasbrik kapot, die daar komt te staan, dan gingen ze ook met die wagen de kaas naar de markt brengen. Maar we gaan daar nog een trappetje op maken aan de voorkant van de blokwagen, dat met een plateau erop, dat een bruidspaar of een directeur of iemand die iets te vertellen heeft, op de bok kan klimmen en vandaar zijn verhaal kan vertellen. Dus dat hij niet maar voor niks mooi staat te wezen, maar dat hij ook functioneel is. Als spreekstoel. Ja, als spreekstoel of zo, ja. Ja, als spreekstoel. En jullie hebben ook nog een boven, hè? Ja, ik ga het nu boven brengen. Dat is heel mooi. Ja. Op deze verdieping helemaal, op deze kant komt allemaal het leven met water wordt hier geprojecteerd. En dan willen we graag op deze grote zaal, midden op de vloer, de Reeuwijkse plassen projecteren. Daaromheen komen dan allemaal informatieborden te staan. Nou, wat ik al vertelde in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland, die hebben informatieborden. Daaromheen bouwen we dan het rampjaar 1672 met de Prins van Oranje bij Bodegraven en de Wierkenschans erbij. We willen een fotocollage maken van de dijkdoorbraak van Broekvelde Vettebroek, de polder vroeger. Maar hier wordt allemaal gewerkt met leven met water. We willen ook een bewegingstafel hebben en daar, zeg maar, dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar hoe zag het er hier nou in 1450 uit? Dat je op een knop kan drukken en dat je dan een plaat op kan roepen, de plattegrond, zoals het er toen uitzag. Ja. En ook het gebouw, hè? Want dat licht, zeg maar, is dat nou daglicht? Dat is daglicht, ja. Dus is daglicht. Het gewoon een rand van waar je door het dak heen kan kijken? Dat loopt in het hele gebouw zo in de rondte. Ja. Hebben we dit mooie lichtinval, het is prachtig. Ja, zeker. Nou, daar ligt op de grond nog, dat is van een kunstenaar, dat is een kunstwerk daar. Die komt daar te staan. Dat kunstwerk heet Pompen of Verzuipen. Toepasselijk hierbij het leven met water. Is dat niet van Marie Buiks toevallig? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar we moeten dat nog opzetten. We willen dan boven aan de trap ook nog een maatlat zetten van het ANP. Dat bezoekers die boven komen weten op welk Amsterdamse pijl ze lopen nu. Dus het wordt allemaal aangepast. Ja. Maar wat een oppervlakte is dit, hè? Ja, dit is een hele mooie oppervlakte. Maar ja, we zien het voor ons hoe dat af moet zijn en dan moet het heel erg mooi worden. Ja. En wanneer denkt u dat het af is? Wij denken dat we eind mei, begin juni open kunnen. Volgend jaar. En stel dat dit toch nog niet helemaal klaar is, maar dan hebben we het wel beneden klaar. Ja. Dus dan kunnen we wel bezoekers in onze nieuwe schuur ontvangen. Ja, nou, het lijkt me echt fantastisch worden. Ja. Gaan we nog verder? Ja, we kunnen nog verder. Dan gaan we naar de vitrinezaal, noemen we het maar even. Ja, dit is de vitrinezaal. Hier komen de vitrines staan van het Museum van Oudheden. We hebben er geloof ik 6 staande en 2 of 3 liggende. Dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Daarachter staat een houten frame. Daar komen vitrines aan. Die zijn ze nu nog aan het lakken. Daar wordt bijvoorbeeld gepresenteerd Oorlog en Vrede. Opgravingen, wie een bewoner gedaan heeft in de gemeente Reeuwen, komen erin. Aan de andere kant komen ook allemaal losse vitrines. Dat is met de burgemeestersvitrine, met Johan Zoutman vitrine, met de Beunde collectie, opgravingen van de Romeinen enzovoort enzovoort. En allerlei, we kunnen ook nog losse exposities doen. In het midden willen we kijken of we een soort panelen kunnen creëren waarop we schilderijen kunnen op exposeren. Want daar hebben we ook een heleboel oude van en die dan ook aansluiten op de verhalen die we hier vertellen. En dat is gewoon heel erg mooi. Het is een prachtige zaal ook.